Een delegatie van het inheemse dorp Alalapadu bezocht president Santokki om specifieke noden aan te kaarten, zoals voedselzekerheid en onderwijsbehoeften. Ze spraken over de schade door klimaatsverandering, inclusief mislukte oogsten door droogte, regenval en plagen. Het dorp vroeg om steun voor renovaties aan de school en infrastructuur om technologische vooruitgang zoals een modern banksysteem. President Santokki beloofde gecoördineerde steun, inclusief gereedschappen en materialen, en benadrukte modernisering en voedselzekerheid als prioriteiten. President Chandrika Prasad Santokki heeft ambassadeur Hang Yin van China gedecoreerd als groot officier in de ereorde van de Palm voor zijn verdiensten. Tijdens de ceremonie gisteren prees Santokki Ying's bijdrage aan de versterking van de relatie tussen Suriname en China. Hoogtepunten van Ying's ambtstermijn waren onder andere de herdenking van 160 jaar Chinese immigratie en Santokki's staatsbezoek aan China. Ying benadrukte de gezamenlijke inspanningen en de diepgewortelde relaties tussen de landen. President Chandrika Prasad Santokki heeft tijdens een regeringsraadsvergadering aangekondigd dat Suriname hulp zal bieden aan orkaan Beryl getroffen CARICOM-landen. De vergadering op 3 juli keurde ook de grondconversie voor 216 belanghebbenden goed en besprak de aanpak van grondrechten voor tribale volkeren. Ritesh Sarju, directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, presenteerde richtlijnen voor het ontwikkelen van carbon credits. Die ten goede moeten komen van de samenleving, het milieu en de laagste inkomensgroepen.